Ik heb een lekkere dikke witte trui van Primark, spijkerbroek, sokken en een hemdje eronder voor de kou. Zo, eens even een introotje maken. Hoi, leuk dat je kijkt. Ik ben Romy en mijn video's gaan over positiviteit, gezond leven en ik deel mijn ervaring en leven met mijn eetstoornis. En zoals jullie zien ben ik niet thuis in Goes, maar bij mijn papa en mama, want ik ga vandaag iets heel leuks doen. Ik heb hierin een spinaziebroodje van Albert Heijn. Dat is een groot pita broodje met heel veel pindakaas en sesam. En ik heb een salade gemaakt en daar zit ei in, er zitten bonen in, er zitten uitjes en augurkjes en tomaten en noten in. Dus alles zit erin. En een bakje koffie. Koffietje. En kijk eens wie daar ook is. Michaeltje! Want wij gaan vandaag naar... Ja, we zijn er hoor! Tada! De Efteling! En mama maakte zich natuurlijk weer een beetje ongerust over mijn eten. Maar dat deed ze met Michael ook. Dus mama, bij deze, ik heb me goed voorbereid. Ik heb genoeg te eten mee. En het gaat allemaal goed komen. En we zijn binnen hoor jongens. Yay! En ik ben samen met Michael. En met Justin. En oom Arno, die is zijn telefoon vergeten. Dus die is nog even naar de auto. En het is echt 6 jaar geleden dat ik voor het laatst in de pretpark ben geweest. Want toen kon ik het lichamelijk niet af. Maar nu wel! Moeten we nog even wachten tot het park open gaat. Michael, wil jij dat mopje van die twee courgettes nog eens vertellen? Van de courgettes? Ja. Dat wil ik wel. Zijn er twee courgettes in een restaurant? Ja, dat wil ik. De twee courgettes in een restaurant, zegt die een tegen die ander. Moet je open zien. En wij gaan eerst even wakker schudden. Wij gaan richting Joris en de Draak. Bij nader inzien gaan we eerst in de titel, want er is een kleine storing bij Joris en de Draak. En in de achtbaan ga ik natuurlijk niet veel naar, jongens. En zijn we opgedroogd. We gaan het erop wagen hoor. Maar dat wil nog niks zeggen, hè?
was gaaf. En we zaten op de eerste rij en dan, als je dan daarboven hangt voor dat gat, dan zie je beneden al die mensen foto's maken. Echt mega cool. Hoe heet dat? Zo'n stuk? Hoe heet dat? Ik noem het al aardappel op stok. Aardappel op stok. Eigenheimer. En toen waren we terug. En nu doet het wel. Dus we gaan erin. En we hebben alles nou gehad. Dus we gaan nog een keer in de Vogelrok. We zijn nou voor de tweede keer in de Ballon geweest. En ja. Ik heb net aangegeven dat ik het wel lastig vond, want het is nou 7 uur en het is nog ongeveer 1,5 uur naar huis rijden. En ik merkte in mijn hoofd dat mijn eetstoornis heel erg begon op te spelen. Dat ik mijn tussendoortje niet mag nemen als ik te laat thuis ben. Maar ik merk dat mijn lichaam het wel echt nodig heeft. En normaal gesproken eet ik 's avonds nog zo'n 1000 calorieën. En die kan ik echt niet missen, zeg maar. Dus ik vond het heel moeilijk, maar ik heb het wel aangegeven. Dus, ja. We gaan nu wel richting de uitgang. Maar ik vond het echt heel moeilijk om dat aan te geven. Omdat, ja, als de anderen dat dan nog wel graag willen, dan ben ik zeg maar de partypoeper. Maar toen zeiden ze van, ja, jij hebt het georganiseerd. En het is voor jou super lang geleden. Dus als het voor jou goed is, dan... Nou, gewoon. En zelf zijn oma Arno en Justin hier ook al heel vaak geweest, dus ze weten wel gewoon hoe alles eruit ziet. Dus ze wilden eigenlijk nog even door het Sprookjesbos, maar dan zouden we maar om 8 uur teruggaan. En ja, merk gewoon in mijn hoofd dat dat dan te laat wordt. Dag Efteling! En vanavond hebben we nog een bakje thee en een fruitje. En daarbij ook nog een kwart Oreo taart. Die vind je in het vriesvak bij de supermarkt. Bij de Jumbo hebben ze die en bij de Albert Heijn ook. 2 volkorenkoekjes en dan nog wat M&M's met karamel zeezoutvulling. Goedemorgen. Nou, zoals jullie horen is mijn koffie net klaar. Ik zie nou net, als ik naar mijn filmpjes van gisteren terugkijk, dat ik gisteravond ben vergeten om mijn bak yoghurt nog te filmen. Want ik had na mijn tussendoortje 's avonds nog een bak met Almhof Spaanse sinaasappel. Met nog wat bolletje crusty en nog wat rozijnen. En ik heb gisteren overdag ook niet alles gefilmd, want ik had mijn bak nog mee en ik had mijn ontbijt nog en dat soort dingetjes. Dus ik heb niet alles gefilmd, maar ik hoop dat ik wel een beetje een beeld heb kunnen geven van dat je weer kunt genieten als je dingen hebt overwonnen van je eetstoornis. En dat je niet altijd de partypoeper bent als je aangeeft dat het genoeg is. We zijn met z'n allen gegaan en hebben een soort van tussenweg gevonden. Van na het eten zat ik al een beetje in de stress eigenlijk. En toen zei ik zo van, ja, wat zijn de plannen? Ja, we willen nog een thriller doen. En ja, kunnen we misschien nog even door het Sprookjesbos gaan? En toen zei ik dus nog naar de Baron geweest. En toen zei ik daarna van, ja, ik merk eigenlijk dat het een beetje te veel wordt in mijn hoofd. Dat ik anders te laat thuis ben. En dat ik anders werk dat het niet goed gaat. En toen hebben we samen besloten van, nou, dan gaan we naar de Baron gewoon naar huis. En dat was prima. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. Ja, na zo lang niet een dagje
met anderen weg te zijn geweest, heb ik het echt wel als iets heel leuks ervaren. En ik ben echt blij dat ik dit soort dingen weer gewoon kan doen. Daarnaast merk ik wel nog steeds, want ik heb een paar video's terug gerefereerd naar het feit dat ik merk dat ik 's avonds eigenlijk niet meer vol zit. Ook zelfs na het avondtussendoortje niet en dat ik soms zelfs nog honger heb. En ik heb deze week diëtiste en ik ga het met haar voorleggen, want de afgelopen week heb ik eigenlijk maar één dag gehad dat ik redelijk verzadigd naar bed ging. En voor de rest eigenlijk niet. Dus even kijken wat zij adviseert. Abonneer op mijn kanaal als je dat leuk vindt. Geef een duimpje omhoog. En ik zie jullie in de volgende video.